Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we aangekomen in het park Davindor Springs. Ja, was het maar zo. Ik sta eigenlijk achter een scherm. Maar goed. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel het YouTube-kanaal DaVincel Games. Zo niet, bij deze dan. DaVincel Games is sinds 2016 heel erg actief op YouTube met het spel Planet Coaster. En zodoende heeft hij een nieuw park gebouwd genaamd Davindor Springs. En dat doet hij heel vaak met de hulp van de kijkers die dan in de comments hem tips geven over bepaalde zaken. En soms voert hij die dan ook uit. De afgelopen anderhalf jaar tijd heeft hij dus dit park in elkaar gezet. En niet zo lang geleden heeft hij het op de Steam Workshop gezet. Nou leek het mij wel leuk om hier een soort van review video van te maken over wat ik vind van dit park. En het is uiteraard een project van anderhalf jaar tijd geweest, dus we kunnen zeker wat groots verwachten. Maar ik denk dat jullie ook wel heel erg benieuwd zijn hoe dat park precies in elkaar zit. Dus bij deze gaan wij Vincent zijn park bezoeken, genaamd Davindor Springs. Heel veel kijkplezier. We gaan beginnen bij de parkeerplaats en de ingang. De parkeerplaats is mooi gemaakt met ruime parkeervakken en verlichting. Er hadden misschien nog wat meer auto's op gemogen aan de voor- en achterzijde. En het valt me ook op dat de ingang erg rustig is, zodat je bij het binnenkomen de themagebieden achteraan het park heel erg mooi ziet opvallen. Mooi bedacht. Verder zijn hier nog wat bestuurbare bootjes bij een vijvertje en een speeltuin te vinden met de naam van het park. Vincent was niet helemaal tevreden over de ingang, maar ik vind deze zeker niet slecht gemaakt. Je hebt echt het gevoel dat je ergens naar binnen loopt. Het enige wat ik zag is dat de achtergrond waar de letters met Davindor Springs op staan wat donkerder hadden gemogen, zodat de letters er nog wat meer hadden uitgesprongen. De Indoorhal is het eerste gebied waar Vincent aan begonnen is. Hier binnenin staan een boomstamme rivier, een monorail, een achtbaan, wat attracties en speeltuintjes. Er is mooi gebruik gemaakt van de kleuren geel en paars. Dit is een complementaire kleurcombinatie. Ik weet niet of hij dit bewust heeft gedaan, maar de keuze is zeker niet verkeerd. Wat mij bij de boomstamme rivier heel erg aanspreekt zijn de afwerkingen rondom de splashbak en de grote rots op de achtergrond met het vallende water. Ook zag ik dat de bootjes om een of andere reden achteruit gaan. Daarnaast die monorail die overal overheen langs loopt en onder de attracties gaat, is ook super leuk gedaan. Achteraan is dan het doolhof met de monorail ingang te vinden, nog een piratenspeeltuintje en natuurlijk een track ride. In de hoek staan dan de glijbaan, dat was ondertussen een paar zwarte schermen. Een Google Drive linkje was helaas niet aanwezig. Uiteraard de draakachtbaan met een hele aparte ondersteuning, maar wel een heel uniek element, genaamd een dark ride stukje ergens halverwege de baan. Maar de mooiste attractie vind ik het spookhuis met de verborgen mijn. En dit komt omdat je niet verwacht dat er achter die muren een compleet spookhuis met ondergrondse gangen verstopt zit. Het enige wat ik wel minder vind zijn de steunpilaren in de hal. Die hadden wel wat betere plekken mogen krijgen en hier en daar ietsjes mooier afgewerkt. Dan nu het gebied waar de RMC achtbaan staat en nog wat kinderattracties. Hierbij is vooral heel veel gebruik gemaakt van natuur en natuurrijke kleuren. De RMC achtbaan zelf is nog wat aan de stroeve kant. Maar ja, het is ook niet echt makkelijk om een RMC achtbaan te bouwen. En het was ook Vincent zijn eerste RMC achtbaan. De snelheid die heeft hij er tot het einde goed in zitten. En er is ook mooi afgewerkt met het inrangeersysteem. Dan heeft Vincent, net zoals bij Toverland, nog een extra ingang gebouwd aan de achterkant van het park, achter de RMC coaster, met ook de mascotte van het park. Deze ingang bevatte eerst een stoomtreintje, welke helaas weggehaald is. De ingang heeft wel een beetje dezelfde opbouw als de ingang bij de Indoorhal. De klimboog hierbij is mijn favoriete onderdeel. MUZIEK
En dan zijn we nu aangekomen bij een heel lichtrijk gebied, genaamd het Griekse themagebied, met de boottocht, de lanceerachtbaan Apollo en de hammerschommel. Een prachtig kleurrijk gebied met een grote achtbaan en mooi typisch Griekse daken gemaakt van blauwe cilinders. Vooral de achtbaan die regelmatig ruim met 70 km per uur over de paden scheurt is erg indrukwekkend. Dit wekt zeker spanning op bij de bezoekers. De mooie bergen en de bergpaden op de achtergrond zorgen ervoor dat je als bezoeker een goed uitzicht hebt over het hele gebied. Alhoewel mis ik hier en daar nog wel wat ondersteuning bij de achtbaan en ook de grotten hadden voor mij wat meer kleurverlichting geboden. En uiteraard wordt het grootste gedeelte voor het laatst bewaard, want nu zijn we aangekomen bij het grootste themagebied wat Vincent heeft gebouwd, genaamd het Chinese gebied. Wat me al gelijk heel erg opvalt zijn de ontzettend mooie kleurcombinaties van rood en groen die er heel veel gebruikt zijn, zelfs in de natuur is het terug te vinden. Dit gebied heeft een rapid river met een mooie ronde val halverwege de baan, een dark ride die een stukje door de grotten gaat in het begin en op het einde. Daarnaast zit in diezelfde grot een vrije valtoren die door een grot naar boven gaat, waarna je een mooi uitzicht hebt over het park. Ook zijn hier twee kinderachtbanen te vinden, waarvan ik de hangende achtbaan niet kan laten draaien omdat ik de DLC niet heb. Eigenlijk zijn hier twee rapid rivers te vinden trouwens, maar die tweede dient als decoratie, genaamd een stromend riviertje. Als laatste heeft Vincent zijn creativiteit losgelaten op twee projecten wat hij nog nooit heeft gedaan, genaamd het bouwen van een divecoaster en de Chinese muur. De divecoaster heeft bovenaan een lift open met een klein rondstukje door een gebouwtje heen. Aan het einde heeft hij nog een splash effect en een tocht door de grot waarna hij weer terug gaat naar het einde. Jammer dat hier en daar een paar elementen in zitten die technisch voor een divecoaster niet helemaal realistisch zijn. Maar divecoasters zijn ook heel lastig om er realistisch te krijgen. De Chinese muur heeft een hele mooie afwerking met die van de Chinese lampion over het pad. Soepele bochten in de muur, ongelijke hoogtes die ook in de echte muur voorkomen. Kortom, dat project was best wel een paar afleveringen lang, maar zeker de moeite waard. Al met al is het natuurlijk een prachtig park en vooral heel mooi gedetailleerd park geworden. En dat mag ook wel als je hier anderhalf jaar bijna aan gewerkt hebt. En dan nog zoveel mogelijk rekening houden met de tips en de ideeën van de kijkers. Nou Vincent, als je dit kijkt, ik vind dat je hier zeker voor altijd hartstikke trots op mag zijn. Ik heb zelf ook met plezier naar alle afleveringen gekeken van Davindo Springs. En ben ook heel benieuwd naar je nieuwe wonderpark. Maar dat gaat vast en zeker ook zeker iets heel moois worden. Hopelijk wordt het wel ietsjes kleiner, dan draait het op de computers een stukje vloeiender. Mensen, ik hoop dat jullie heel veel genoten hebben van deze video. Doe vooral zeker weer een blauw duimpje omhoog en ook vooral een duimpje voor Vincent. Wil je alle onderuit zien van dit park? Ga dan naar het kanaal DaVincial Games en typ daar de aflevering 300 van Planet Coaster in. Daar laat Vincent een uur lang zijn hele park zien met alle onderuit. Mensen, houdoe en bedankt.